Hallo, inmiddels deel 4 van onze korte trip door cultuurverschillen België-Nederland. We zijn aanbeland bij de vraag, en wat heeft dat nou allemaal te maken met onze manier van werken en onze manier van samenwerken op de werkvloer? Laten we eens kijken naar het aspectje communicatie, dat ligt heel dicht bij cultuur. Belgen, nou laat ik me nu toch beperken, zeker als het over communicatie gaat, tot Vlamingen. Want dan zou je denken dat communicatie van Vlamingen en Nederlanders toch wel ongeveer over dezelfde kam geschoren moet worden. Niets is minder waar. Persoonlijk voorbeeld. Toen ik ooit in Nederland een baan vond, had ik dat gedaan op basis van een sollicitatiebrief. En zoals elke Nederlander weet, nee, zoals elke Belg weet, eindig je een nette brief met woorden in de trant van: mocht u mijn kandidatuur willen weerhouden, dan zou ik bijkomende informatie van u zeer op prijs stellen. Iets in die sfeer. Ik kreeg daarbij heel verbaasde reacties van Nederlanders. Die zeiden: ja meneer, u moet toch wel erg gemotiveerd zijn dat u juist als u zou worden afgewezen bijkomende informatie zou willen. Ik zeg, ja, maar dat heb ik niet gezegd. Ik zeg, informatie, mijn kandidatuur weerhouden, dat betekent bevestigen. Ik zeg, nee, dat betekent afwijzen. Nou, we zijn naar de dikke vandalen gaan kijken. En die Nederlanders hadden gelijk. De Vlaamse betekenis staat er zelfs niet in. Nou, Vlamingen weten, gebruiken dat allemaal, hè. Beseffen vaak niet dat het precies de omgekeerde betekenis heeft in Nederland. En denken, ja, dat is gewoon een letterlijke vertaling van het Franse rutenier. Wat kan daar fout aan zijn? Dus om even te illustreren dat het zo ver gaat dat sommige woorden in Vlaams en in Nederlands radicaal tegengestelde betekenissen kunnen hebben. We hebben het over taal. Er is trouwens nog een taaldingetje waar Nederlanders vaak tegenaan lopen. Ik krijg vaak de vraag, hoe zit dat nou toch bij jullie met u en jij en gij? Want dan lopen ze daar tegenaan dat ze bijvoorbeeld bevriend raken met een Vlaming. En dat die Vlaming hem plots met u begint aan te spreken. En dan denken ze, ja, heb ik iets verkeerd gedaan? Vanwaar die verwijdering? Hè, dat is voor een Nederlander heel ongemakkelijk. Die denkt dan, zit ergens een kink in de kabel? Nou, ik kan u voor eens en voor altijd vertellen hoe dat in elkaar zit. Dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Het zit namelijk zo. In Nederland, heel simpel, heb je twee vormen. De beleefdheidsvorm, u, uw. De familiaire vorm, jij, jou. In België, in Vlaanderen beter gezegd, is die jij en die jou, klinkt dat heel erg Nederlands. De meeste Vlamingen hebben natuurlijk ook de beleefdheidsvorm u, u, maar hebben daarnaast de familiaire vorm gij. Alleen het ongeluk is dat de bezittelijke en wederkerige vorm van gij u is. Bijvoorbeeld, heb gij uw glas al leeg gedronken? Begrijpt u? En dat geeft natuurlijk verwarring, omdat de Nederlandse oren niet gewend zijn aan die gij-vorm. Om het nu nog iets lastiger te maken, er zijn in toenemende mate Vlamingen die ook de jij-jouw-vorm gebruiken. Maar doen dat vaak nog een beetje, ja, zal ik zeggen, onhandig of in ieder geval niet consequent. Dus eerlijk gezegd, Vlamingen maken er een rommeltje van. De beste raad die ik Nederlanders kan geven is, let er niet te veel op. Het is niet zo dat Vlamingen voortdurend bezig zijn met dat onderscheid tussen beleefdheidsvorm en jijvorm. Ja, vanzelfsprekend, maar dat is net als in Nederland. Hè. Die beleefdheidsvorm wordt vaak nog gebruikt. Vooral voor oudere mensen, mensen in een hoge functie. Die je in hun functie aanspreekt, dan zeg je u, uw, als beleefdheidsvorm. Maar in alle dagelijkse situaties gebruiken Vlamingen ook gij,
Alleen zullen ze wel zeggen, heb jij uw glas al leeg gedronken? Maar dat is dan niet de beleefdheidsvorm. Heeft u het nu begrepen? Goed. Wat je het meest hoort van Nederlanders en van Vlamingen is het verschil in communicatiestijl. En dat is dat Nederlanders veel directer zijn. Zo wordt dat ervaren. Hè? Nederlanders zijn veel makkelijker in het zeggen waar het echt op staat. En doe dat recht toe, recht aan, zonder veel omhaal van woorden. Terwijl Belgen dat vaak wat verhullen, vaak verkleinwoordjes gebruiken. Het vaak niet in het gezicht van de persoon zeggen op het moment dat het speelt. Maar op een ander moment daarvoor kiezen dat hen misschien passender lijkt. Dus Vlamingen zijn wat dat betreft toch geneigd om iets tactischer of in ieder geval voorzichtiger te opereren. Te communiceren. Die Nederlandse directheid, dat wordt bij taalkundigen vaak genoemd contextgevoelig praten. Dat wil zeggen, Nederlanders zijn ook direct in de zin van, ze zijn heel expliciet. Ze gaan alles nog eens uitleggen. Terwijl Vlamingen geneigd zijn te spreken, dat is een sterk contextbepaalde cultuur, vaak geneigd zijn om te spreken voor de goede verstaander. Degene die al ingewijd is. Van wij weten wat we bedoelen. Ja? Het hoeft allemaal niet gezegd te worden. Dus het blijft veel meer onuitgesproken. En Nederlanders zijn toch heel expliciet in hun verhalen. Ook hier geldt dat er niet een goede of een slechte manier is. Het komt er vooral op aan om elkaar een beetje te begrijpen. Hè? En om het verschil in communicatiestijl te kunnen plaatsen als onderdeel van een cultuurpatroon en niet als een persoonlijke verdienste of onhebbelijkheid. Dat wat communicatie betreft, als je nu specifiek gaat kijken naar een communicatievorm, naar vergaderen, dan zie je dat als Belgen en Nederlanders samen vergaderd hebben, dat ze vaak allebei met frustraties weggaan. De Nederlanders zeggen tegen elkaar, nou, weet jij nou wat die Belgen erover denken? Ze zaten gewoon te zwijgen, hè? En die Belgen die gaan met elkaar weer naar huis. En die zeggen, ja, we konden er weer niks tussen krijgen, hè, bij die Nederlanders. Hollanders. En heb jij wat nieuws gehoord? Nee. Dus wat daar aan de hand is, dat zijn op zijn minst twee dingen. Het eerste is dat een Vlaming geleerd heeft dat je het woord krijgt als je wat te zeggen hebt en als het woordje gegeven wordt. Dus als je wat gevraagd wordt, dan kun je antwoorden. Maar ongevraagd zomaar dingen te berde brengen, dat is niet echt Vlaams. Dat is niet de houding die een subassertief volk met zijn opvoeding heeft meegekregen. Nederlanders zijn wat dat betreft erg assertief en die zeggen, die vinden het vanzelfsprekend dat ze hun inbreng doen. Doen dat onbekrompen en vaak een beetje vanuit de hoogte. Ja, ze zijn gemiddeld ook wel een aantal centimeters groot. Dus dat helpt allemaal niet als het gaat om sympathie te wekken bij de Vlamingen. Er is een onderzoekje gebeurd waarbij mensen op straat in Antwerpen gevraagd worden, wat is nou het eerste woord wat bij je binnenkomt als je aan een Nederlander denkt? Mag je even raden? Het A-woord, arrogant. Waar komt dat vandaan? Ja, daar vandaan. Hè? Dat Nederlanders gewend zijn om vooral stevig zich te presenteren. En dat Belgen in plaats van een hoog woord terug te geven, in hun schulp kruipen en denken, ja, die arrogante Nederlander, we gaan er niet mee in discussie, straks is hij toch weer weg en dan trekken we ons plannen. Dus dat geeft nogal wat misverstanden, omdat het voor subassertieve Vlamingen lastig is om een onderscheid te maken tussen arrogant en assertief.
Assertief is de persoon die wel het hoge woord voert, maar in de verwachting dat hij het hoge woord kan terugkrijgen. Arrogant is een karakterfout. Dat is het hoge woord voeren omdat je denkt dat je de beste bent. Hè? Nou, arrogantie komt voor, denk ik, in alle culturen. Nederlanders excelleren daar niet in. Maar assertief zijn ze zeker. Wat heeft dat nog voor gevolg? Bijvoorbeeld, wat je ook vaak hoort bij Nederlanders is, die Belgen die zijn eigenlijk niet te vertrouwen. Want ze houden zich niet aan afspraken. Dan ga je dat terugzoeken en kijken van, ja, wat was die afspraak dan precies? Wat is er dan gezegd? En wat vinden die Belgen er dan van? Waar je dan achter komt is dat Belgen vaak niet in de gaten hadden dat er een afspraak gemaakt is. Zeggen, ja, er is wel over gesproken, maar niemand heeft ons gevraagd wat wij ervan dachten hoor. Dus als de Belg zit te zwijgen, dan is dat niet altijd toestemmen. Hè? Maar de Nederlander gaat dan toch daar vandaan met het idee dat er een afspraak ligt. En voor de Nederlander is afspraak afspraak. Ja, de Vlaming vindt dat eerlijk gezegd nogal van rechtlijnigheid getuigen. En die zegt, ja, misschien hebben we wel wat afgesproken. Maar als je nou ondertussen op betere ideeën komt, dan ga je die toch uitvoeren. Hè? Enfin, ruimte genoeg voor misverstand. Tot slot van ons hoofdstukje over communicatie op de werkvloer. Vertrouwen. Want vertrouwen is natuurlijk het smeerolie van samenwerking. En een heel fundamenteel verschil is dat Belgen en Nederlanders vertrouwen putten uit andere dingen. En dat ze dat van elkaar niet goed weten. Wat is dat bij Nederlanders? Wat boezemt de Nederlander vertrouwen in? Nou, zelfvertrouwen. Die assertieve Nederlander, die krijgt vertrouwen van iemand die ook assertief is. Die met andere woorden een stevige presentatie heeft. Zegt, nou, daar ga ik voor. Voor Belgen is dat helemaal niet zo'n pre, die stevige presentatie. Want die Belg denkt, ja, die gladde Nederlanders, hè, praten kunnen ze wel. Ze kunnen zelfs koelkasten aan Eskimo's verkopen. Hè. Maar je moet ze niet vertrouwen. En hoe gladder de presentatie van de Nederlander, hoe meer de Belg in zijn wantrouwende schulpje kruipt. De Belg die put vertrouwen uit vertrouwdheid. Iemand kennen. Die regelmatig ontmoet hebben, in de ogen hebben kunnen kijken. En dan is mail of telefoon niet voldoende. Dan moet je met elkaar op zijn minst eens een pint gedronken hebben. En beter nog, met elkaar eens bij een genoeglijke maaltijd wat dingen hebben uitgewisseld. Nederlanders weten dat, dat het zo wel werkt bij Belgen, maar gaan daar nog altijd wat krampachtig mee om. Dan nodigen ze Belgen wel uit op restaurant, omdat ze zeggen, ja, ik heb geleerd dat je op die manier met Belgen zaken moet doen. Hè. Je moet ze vooral meenemen op restaurant. Die Belgen vinden dat prima. Hè. Maar dan zitten ze daar wel met hun aktentasje klaar om te zien, kunnen we nou voor of na het nagerecht onze offerte uit dat tasje halen. Hè. En zo werkt dat toch niet echt. Hè. Dat is te manipulatief. Goed bedoeld, ongetwijfeld. Maar zo werkt het niet echt. Dus laat die vertrouwdheid eerst even groeien. Probeer dat niet te forceren. En dan ga je bij de Belg het beste scoren. En dat vereist wat geduld. Iets meer geduld misschien dan de gretige Nederlander in huis heeft. Nog een aspect van vertrouwen. Wat boezemt de Nederlander vertrouwen in? We hebben het al gezegd, zelfvertrouwen. Maar ook participatie. Hij leeft nu zelfs in een participatiesamenleving, dankzij de heer Rutte en consorten. Maar het met elkaar kunnen doen, dat geeft hem veel vertrouwen. Alles wat ze met elkaar kunnen doen, doen ze goed, vinden ze. Co-creatie, nieuw toverwoordje.
om het nog wat deftiger te laten klinken. Fantastisch. De leverancier zegt tegen zijn klant, ik wil het best met jullie samen doen hoor. De Belgische klant gaat denken, ja, alsjeblieft meneer, we betalen u ervoor. Dus wat de Belg vertrouwen inboezemt, is niet met elkaar. Die zegt, ja, met elkaar als het nodig is, maar niet voor de lol. Wat mij vertrouwen inboezemt als Belg, dat is prestatie. Niet participatie. Laat het maar zien. Toon maar dat het werkt. Toon maar dat het kwaliteit heeft. Eerst zien en dan geloven. Onzekerheidsvermijding, nietwaar. Einde van dit deeltje. Volgende deel. Wat gaan we doen om die cultuurverschillen tot een succes te bouwen in plaats van tot ellende? Oh ja, laten we niet vergeten dat cultuurverschil tussen België en Nederlanders op de werkvloer zich afspeelt, vaak in internationale ondernemingen, in de context van veel meer culturele diversiteit. Er zijn mensen die deel uitmaken van intercontinentale teams zelfs. Het spreekt ook vanzelf dat je dan naar België-Nederland animositeiten gaat kijken en eraan gaat werken in de context van veel meer diversiteit dan alleen de Belgen en de Nederlanders. Neemt niet weg dat binnen internationaal verband ook België-Nederland altijd op een of andere manier de spannendste verhouding is. Ik noem het wel eens de eeuwige interland.